Goedemorgen allemaal. Wind, ik zie er niet uit. Raad wat jij wil. Je wilt vast naar buiten. Naar buiten? Zeg je? Ja, in de buiten? Zo, zet ik naar buiten. Het is droog. Het ziet wel een beetje waaierig uit. Ja. En een visje? Ja? Jij ook? Ja? Nou, ik ga een visje pakken voor jullie. Lekker. Visje eten. Oeh, visje eten. Ja, ik heb vis. Ja, dan willen jullie dat wel. Ja. Ja, Shooty zit daar ook al te wachten. Heb je daar wat zin in? Oeh, dat ruikt lekker joh. Oeh, dat ruikt echt lekker. Yum, 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 yum. Die spint er zo hard. Ja, Tobias. Wat spint ervan? Ik heb hem klaar. Ja. Oh yeah. Ja, kom maar. Kijk eens, alsjeblieft. En jij dan? En jij dan? Oeh, kom. Kijk eens. Oh, zo lekker. Vegetarische worst. Deze die vindt het dan echt heel erg lekker. Ik heb het geloof ik al een keertje eerder genoemd. En het smaakt gewoon naar frikandel. Dat is heel bijzonder. Het is wel vegetarisch. Aardappeltjes. En dan nog even kijken welke groenten. Ik heb nog een heleboel paprika's. Ik ga gewoon een soort paprika salade maken. Ja, een beetje salade bij, komkommertje, paprika, tomaatje en een beetje ravigotte saus. Lijkt me heerlijk. Dit is klaar. Ik kan het op het bord doen en we kunnen eten. En dat ziet er dan zo uit. Eet smakelijk! Indeed, in only 18 years, this little desert oasis has grown into quite a tourist attraction. People even call it the City of Miracles. The City of Miracles? After we speak to Angela. We need to keep going this way, don't we? Thank you.
waiting for? Huh? A written invitation? Oké, dit is even een voorbeeld van een puzzel. Nou, ik weet niet of het nu goed is, maar je vult dan een antwoord in. En dan zegt hij of hij wel of niet goed. Yeah, dat is goed. Excellent puzzle. Nou, zo gaat het dan. Alleen, ik heb die andere twee Professor Layton's, er is er nog één. Maar die andere die heb ik ook in het Nederlands gespeeld. Maar deze die was niet te koop in het Nederlands. Deze was ook alleen maar voor de 3DS. Nou ja, ik was dus hier aan het zoeken. Je hebt een vergrootglas. En dan ga je met een vergrootglas ga je dingen zoeken. Leave it to me, Professor. Ja, ik heb nog een verrassing, want het is namelijk zo dat ik dus die Professor Layton aan het spelen was en zo, allemaal heel toevallig. En ik krijg een mailtje van, u heeft nog PayPal saldo. Ik denk, PayPal saldo, heb ik nog PayPal saldo? Wist ik helemaal niet. Er is daar gewoon zo'n rekening, die gebruiken wij vaak voor spellen en zo, hè? Oh. Die gebruiken we vaak voor spellen. Dus Stan of ik met het spel bezig ben en we willen daar een keer 10 euro tegenaan gooien omdat we iets moeten kopen in het spel bijvoorbeeld op internet, dan gebruiken we het daarvoor. Maar je kunt daar dus ook gewoon mee winkelen bij sommige winkels. Dus ik dacht, hé, hey, misschien kan ik daar die ene Professor Layton nog voor kopen die ik nog niet heb. Ik zoeken en zoeken kom ik op de site van bol.com. Daar kost het spel €90,99. Ik had echt zoiets van, wat? Ja, nou, dat kan ik niet betalen. Dan zal die misschien nergens een tientje goedkoper te vinden zijn. Dus ik zoek nog even verder. En ik kom dus gewoon een site tegen waar die wel staat voor 28 nog iets. Ik kwam bezorgen bij. Ik kwam precies op het bedrag wat ik dus nog op de PayPal heb staan. Ik dacht, nou, ik ga proberen of dat gaat. Dus ik klik daarop en doe betalen met PayPal. En het is gewoon gelukt. En volgens die site heb ik hem dan gewoon morgen al in huis. Dat vind ik echt top. Dat vind ik echt heel erg leuk. Dus ik dan moet die andere nog uitspelen. En dan heb ik er gewoon nog eentje. Ik vind het echt hele leuke spellen. Dus nou, dat wil ik even vertellen. Het is bijna 8 uur. Het is zo dodenherdenking. Dus dan moeten we allemaal even stil zijn. Dus ik zet de televisie zo aan en dan gaan we daar even naar kijken. Ja, en dan daarna gaat alles gewoon weer door. Dat is wat een beetje bijzonder. Dus even zien hoe de avond verder gaat. Ja, toen was het wel weer mooi geweest. Ze had nog even na de dode herdenking, was nog gewoon aangrijpend. Ja, soort van film, documentaire. En heeft Stan ook naar gekeken, dus we hebben het eventjes over gehad. Het zijn toch vaak wel even belangrijke dingen. Even nog bij stil te staan, hoe erg het eigenlijk is. Dat je nooit hoopt dat het gaat gebeuren. Ja, dus tot zover even deze avond. Ik ga afsluiten en ga ik zo slapen. En ik baal heel erg van mijn camera, want het beeld is sneeuwerig. Ik krijg hem niet meer op 1000... was het nou 1020, 1060p, lukt niet meer. De camera voor gewoon buiten, zeg maar als ik die kant op film, gaat prima, maar dit gaat gewoon niet meer helemaal goed. Daar baal ik heel erg van. En ja, ik moet gewoon even kijken of ik nog wat overhoud van vakantiegeld, misschien dat ik daar nog af verder moet sparen of kan kijken of ik een andere camera kan regelen, want ik kan anders niet filmen. Ik kan anders niks meer maken. Dus ja, even tot zover en ik zie wel hoe dat opgelost moet worden nog. Ik sluit af, ik ga lekker slapen, het is inmiddels 11:30, laat genoeg. Bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie hopelijk snel weer. Fijn weekend. Doeg!